Yo, Nintendo-fans! Op 21 mei komt Miitopia uit voor de Nintendo Switch. En nou heeft Nintendo een heel leuk filmpje gemaakt met onder andere mij, Saar en Onnedie in de hoofdrol. Het ziet er super grappig uit, maar ik ben benieuwd welke YouTubers jij nog meer spot in deze video. Dus ga er even lekker voor zitten, doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en laat een reactie achter. En dan zie ik je zo. Dus, welke andere YouTubers hebben jullie nog meer herkend in dit videootje van Nintendo? Laat het weten in de reacties. Trouwens, lijkt Miitopia jou nou een leuke game? Doe nou even een duimpje omhoog, want dan weet ik dat ik hier verder mee moet gaan. En vergeet ook zeker niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Ik heb net de demo van Miitopia gedownload. Want wat is Miitopia nou eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Allereerst moeten we een nieuwe Mii maken. Baard! Ja, baard, lekker. Welke vorm heeft mijn hoofd eigenlijk? Ja, ik denk toch wel gewoon zo. Of langer, heb ik al lang... Ja, ik heb wel een langer hoofd misschien, die. Even mijn huidskleur fixen. Kapsel. Doet dat het toe? Ik wil gewoon een pet. Wat boeit het wat voor kapsel ik heb? Mijn lievelingskleur. Ja, dat is sowieso geel. Waarom kan ik wel een bril, maar geen pet? Octoneus. Nee, oké, ik heb een brede neus. Oh, maar dit is wel heel heftig. Oh, deze neusjes zijn echt niet best. De heftige neuzen allemaal, joh. Ik heb wel blije bakkers. Ik bedoel, ik ben altijd aan het lachen op YouTube, toch? Dus, deze? Of deze? Nee, deze. Ik vind deze wel leuk eigenlijk. Of gewoon zo. Ja, gewoon zo. Deze vind ik wel nice. Wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen staan altijd zo. Bestaan die? Is dat dit? Nee, het is juist andersom. Ik wil iets blijer. Dit is iets blijer. Ik wil gewoon iets kleiner trouwens. Zoiets denk ik. Ja, prachtig. Oké, maar we moeten het nog even hebben over het kapsel. Dit is wel een episch kapsel. Er is wel een petje. Oh joh. Ik heb nog helemaal niet naar de ogen gekeken. Wauw. Oh man, deze ogen staan sad. Dit past ook wel bij mij eigenlijk. Even kijken hoor, deze zaten er eerst op. Ik vind deze eigenlijk ook wel nice. Oké, de positie even bepalen. Ik denk eigenlijk dat die wel aardig goed is. Zo, jongens, ik ga even mijn lichaam erin zetten. Nee, ik ben vrij gemiddeld, denk ik. Ik ben ook niet heel lang of zo. Zo, ik hou hem zo. Nou jongens, welkom. Ik presenteer u Rickachu. Let's go! Ben ik aardig? Ben ik energiek? Ben ik relaxed? Ben ik cool? Ben ik chaotisch? Koppig of voorzichtig? Ik denk dat ik energiek ben. Wat? Ik moet toch bewijzen dat ik energiek ben? Let's go voor energiek. Ik ben Rickachu, een energieke Mii. Wee! Oh, ik vibe lekker op deze muziek hoor. Ik heb dit dus nog nooit gespeeld. Omdat ik vroeger een PlayStation had. In plaats van een Wii. Ja, het was echt zo. Maar ja, daarom gaat deze game mij wel helemaal verrassen. Want ik ken hem nog niet. Miitopia. Let's go. Wee. Hallo. Mevrouw de koffie drinkt. Chick. Hallo. Mevrouw de plant water geeft. Chick. Hallo. Dansende mannetje. Mevrouwtje. In een wereld waarin alchemie een vrij en blij leventje heeft. Of beter gezegd, een vrij en blij leventje. Had. Wat is er gebeurd dan? Wat is er gebeurd? Nee! Op een dag gebeurde er iets vreselijks. Zonder waarschuwing. We mochten de planten niet meer water geven. No! Een enorme en verschrikkelijke schaduw viel over Miitopia. Het is onedi, jongens. Het is onedi. Oh nee! Een gruwelijk wezen ging er vandoor met de gezichten van de inwonerskies. Maar dat is niet het ergste. Wat is dan wel het ergste? Ah! Oh, wow, 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 wow. Zijn de gezichten geplant op boosaardige wezens? Nu verschijnen er overal monsters die de gestolen gezichten dragen. Ik dacht het al. Ik kom jullie halen, vrienden. Wie denken jij dat jij bent? Oh, dit ziet er nog best wel uit als een mooi wereldje. Oh, daar ben ik. What up, man? What up, Butterfree? Kijk, een argeloze reiziger. Hallo, hallo, dit ben ik. Hallo, goedemiddag. Hallo, ik presenteer u vandaag het weekjournaal. En geen idee wat ik hier doe in deze wereld. Ah! Wat een mooie rustige dag. Oh, wacht wel. Ik moet rustig doen, jongen. Ik moet rustig doen. Het is een rustig dagje. Rickachu is alleen op pad. Zonder doel en zonder haast. Herkenbaar. Wat zie ik? Wat zie ik in de lucht met mijn grote oog? Wat gebeurt daar? Het zijn andere grote ogen. Hier kan je een zieke remix van maken, jongen, van deze muziek. Oké, volgende. Wat gebeurt er met de ogen dan? Oh, wat? Gaan die ogen op de botervlieg? Passen. Oké, dit is freaky. Dit is heel freaky. Dit is heel freaky. Wat gebeurt er? Jasses! Potverdorie! Kijk me rennen! Ik ga stuk! Oh my gosh, ik ga kapot. Wat is er gebeurd? Waar ben ik? Ja, ik heb geen idee. Je bent gaan rennen, Rickachu. Wat? Dan ziet Rickachu een nabijgelegen dorp. Hallo, ik ben Rickachu. Ik ben net weggerend van een vlinder. Van een botervlieg. We go to the beginners vlakte. Ach, Miitopia. Zoveel gezichten. Maar je kunt zelf kiezen welke Mii-personage de verschillende rollen mogen vervullen. Oh. En jij kunt het later ook weer veranderen. Laten we bepalen welk Mii-personage welke rol mag vullen. Wacht even. We kunnen dit allemaal aan gaan passen. We hebben hier 2 random mensen. We hebben hier familie. We hebben een verliefd stel. Lau is de zorgeloze gids. Antika is vrolijk omaatje. Sneert. Kijk neer op anderen. En Fobian is de burgemeester. Ik wil een Bulbasaur als president. Allereerst, Bulbasaur heeft een rond gezicht. Dan gaan we hiermee werken voor die vlekjes op zijn gezicht. Hier nog meer vlekjes. Een kapsel die het grootste deel van zijn gezicht bedekt. Dat is deze. Een soort van eierdop of zo. Dan moeten we even een kleurtje pakken. Meer kleuren. Wat is de Bulbasaur kleur? Dit is wel een aardig Bulbasaur kleurtje. Of deze. Misschien deze nog meer. De wenkbrauwen. Wat je eigenlijk wilt doen is de wenkbrauwen en de baard zo groot mogelijk maken en die in dezelfde kleur doen als het haar. Dus een van de grootste wenkbrauwen is denk ik deze. Die doen we helemaal naar beneden. Die doen we dicht bij elkaar. En dan maken we alles zo groot mogelijk. Zoals dit ongeveer. En je ziet dat dit bijna het hele bovenste deel nu bedekt. Pakken we dezelfde kleur als het haar. Dat was dit. En dan gaan we goede ogen zoeken. Ik denk dat dit wel Bulbasaur ogen zijn. Maar die moeten wel een stuk naar beneden. Bulbasaur die heeft natuurlijk een wat plattere kop. En die ogen zitten vrij laag. Dus die gaan helemaal naar beneden. En ze moeten nog een stuk groter ook. Kijk hoor. Beetje verder uit elkaar. Zo. Zo. En zo. Nou, Bulbasaur heeft volgens mij een beetje rode ogen. Even kijken. Dan krijgen we dit. Wow, 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 wow. Qua neus heeft hij natuurlijk gewoon eigenlijk 2 van die gaatjes zo. Ah, dit ziet er nu echt heel eng uit. Die doen we een beetje naar beneden. En we doen ze ook wat dichter op elkaar dan de mond. Bulbasaur heeft altijd een beetje zo'n pretbekje, hè? Laten we voor deze gaan. En die maken we breed, maar wel dun. Dan nu, een van de belangrijkste dingen. De gezichtsbeharing. Ziet er niet uit. We doen ook even een snor. Oh, dit ben ik bij mezelf vergeten trouwens, de snor. De snor doen we 3 puntjes die kant op. En dan maken we hem helemaal groot. En dan pakken we natuurlijk weer de Bulbasaur kleur. Kijk. Oké. Ja. We kunnen nog wat corrigeren met de moedervlek. Even kijken hoor. Zo, ja. Want dan zit hij recht in het midden. Bulbasaur die moet ook een bril. Maar eigenlijk is dat geen bril. Eigenlijk is dat gewoon een detail op zijn voorhoofd. Want de kleur die stellen we dan in op net geen Bulbasaur kleur. Zodat hij een mooi detail krijgt hier. Nou, als favoriete kleur doen we natuurlijk deze. En Bulbasaur is natuurlijk hartstikke klein. Zo. En hij is natuurlijk heel breed. Want ja, hij staat eigenlijk natuurlijk op 4 poten. Lekker Balba. Bulbasaur. Wee. Zo hebben we Bulbasaur als president. Of nou ja, als burgemeester. De burgemeester die heeft altijd wel zo'n hoedje op. Ik wil in ieder geval wel een heel Nintendo dorp gaan maken. En wil je dat zien? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. Want daar ga ik dat livestreamen 5 uur lang. Abonneer ook even hier op YouTube. We zijn bijna bij de 50.000 abonnees. En vergeet niet even dat duimpje omhoog te knallen voor de support. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!